De jongens versus de meisjes geven een feestje. En natuurlijk kunnen de jongens dat het beste. Dat is niet waar. Meisjes zijn veel beter. Oh ja? Heeft jouw feestje dan ook een mega flatscreen tv? Dat kan wel geregeld worden, ja. Oh, dat dacht ik niet. Want mijne wordt nog groter en groter. Want een feestje hoort een grote tv te hebben. Oké, misschien dat dit niet echt heel erg... Alex, je blokt helemaal bij mij af. Wat zeg je nou? Ik zie jou niet eens meer. Nee, dat is de bedoeling. Je moet lekker je eigen kant bouwen. Ja, komt goed, komt goed. Even kijken hoor. Wat ga je allemaal bouwen, Lotte? Je hebt niet eens wat in je hand. Je bent zo langzaam. Hoe is even. Ga je nou letterlijk mij nabouwen met die kastjes en dan een tv erop? Jou nabouwen? Ik bedoel, dit is gewoon mijn eigen idee, hoor. Oh ja? Meisjes zijn zo slecht. Wie bouwt er nou weer een tv van wol? Ja, je doet het toch helemaal niet? Je moet een werkend scherm hebben, Lotte. Ja, maar dit is zeg maar even de schildering ervoor. Snap je? Er komt hier een tv te staan. Oh ja, er komt daar een tv te staan. Oké, weet je wat ik ga doen? Ik ga er wat anders bij pakken. Er zitten namelijk zoveel dingetjes hier. Misschien dat ik zelfs een blauwe bank kan maken. En dat wordt er natuurlijk eentje waar je dan ook daadwerkelijk op kan zitten. Oh, dit wordt geweldig. Al mijn jongens, vrienden kunnen hier lekker komen kijken naar deze tv op het feestje. En niet jouw meisjesvriendinnen. Lekker Mijn meisjesvriendinnen zijn trouwens veel gezelliger dan jouw jongens, stomme jongensvrienden van jou. Oh ja, waar zijn ze dan? Die zijn nog... Hoe bedoel je, waar zijn ze dan? Die van jou zijn er ook nog niet eens. Wil je het er alsjeblieft niet over hebben? Ik ben nog bezig met de voorbereiding, oké? Dus, ik ook. Oh, het is tijd dat ik wat ramen ga maken. Laten we er wat glas bij pakken. En natuurlijk gebruiken we er heel mooi blauw glas voor, hè, Lotte? Oké, prima. Dan gebruik ik mooi roze glas. Oh, wat? Ja, want dat staat ook je doet mij gewoon nog in een andere kleur de hele tijd. Oké, dit wordt veel mooier dan Lotte er kan. Mijn ramen worden veel mooier. En iedereen gaat aan mijn kant van het feestje. Ik denk zelfs dat jouw vriendinnen allemaal naar mijn feestje willen, omdat het veel cooler is hier zo. Kijk naar jouw tv en kijk naar mijn tv eventjes. Alex, ik hoor je alleen maar praatjes en ik hoor hier geen daden van jou. Dus, geen daden. Oh, zal ik jou eens even wat daden laten zien? Kom op dan. Hoe kan ik een goed feestje bouwen? Alles moet een stuk mooier worden. Waarmee kan ik het mooier maken? Ho, eens even. Er moet natuurlijk ook een tafel komen waar allemaal hapjes en drankjes op komen te staan. Laten we er wat stoelen bij pakken. Kunnen we deze tafels gebruiken? Oh, deze zijn mooi als we die bij elkaar zetten. Ja, dit is de perfecte feesttafel. En deze zetten we dan helemaal hier zo neer. Ho, eens even. Wat heb jij voor... Oké, ik weet jouw bank wel niet mooi. Het is echt een lelijke bank die je hebt. Hij is wel mooier, want hij is veel betere kwaliteit en veel luxer dan die van... Veel luxer, Lotte. Het is een feestje. Er gaat allemaal drankjes op gemorst worden en allemaal eten op gemorst worden. Maar en zo. Dat maakt je wel, mij niet uit. Oh ja, dat maakt jou niet uit. Nee, maar mij misschien wel. Oké, laten we tenminste hier een wat mooiere muur toevoegen. Dit moet helemaal mooi blauw zijn. En dit matcht zo goed met de tafel die ervoor staat. Als ik dit nou gewoon zo eromheen laat gaan, hè? Oh, dit wordt zo'n vette feesttafel zo. Dat weet ik nu al. Iedereen wil hier zijn hapjes pakken. Maar Alex, waar kan jij in vredesnaam jouw hapjes maken? Want ik zie helemaal niks eigenlijk. Heb jij iets om je hapjes mee te maken? Nee, ja, ga ik lekker... Ik heb hier een vaatwasser en een nog één. En ik heb hier een afzuigkap voor Kijk, je Kijk, dat kan is koken. Handig. Dan kun jij inderdaad lekker de vaatwas doen, terwijl ik lekker ga feesten. Wie wil er nou de was doen op een feestje? Alex, dit wordt moet je echt een meisjesfeestje. Ik zie je nu al. Nee, jij hebt dus blijkbaar nog nooit een gigantisch feest gegeven. Want dan weet je ook dat er superveel afwas is. Ik wist niet dat meisjes ook de afwas deden op feestjes. Nee, dat is niet zo. Dit is gewoon... Je komt helemaal niet uit je woorden, loser dat je bent. Ik ga wat veel coolers bouwen. Hier komen natuurlijk alle hapjes en drankjes die we gewoon gaan bestellen wat je doet op een feestje. Ik bedoel, ik ga ze niet zelf maken natuurlijk. Wat voor hapjes kunnen we hier allemaal neerleggen? Hebben we nou ook een kommetje? Ja, die hebben we. En wat nou doen we daar wat koekjes in? Oh, dit ziet er zo lekker uit. En wat willen we nog meer voor kommetjes? Wat zijn echt hapjes die je eet op feestjes? Ik weet het niet. Lotte, wat eet jij altijd op een feestje? Meestal iets van... Vis, jij eet vis. Een Nutella pot of zo? Wat eet je?
Nutella? Nutella. Jij denkt dat er Nutella zit in Minecraft? Op zich vind ik... Eet ik dat wel gewoon altijd. Oké, nou ja. Ik doe er tenminste wat appeltjes bij. En die leg ik ook daar zo voor wat gezonde snacks... die je natuurlijk wel moet hebben op een feestje. Wat kan er nog meer allemaal bij komen? Ik zit te denken aan een taart. Dat hoort op een feestje. Wie houdt er nou niet van taart? Hoezo kan ik de taart hier niet plaatsen? Oké, weet je wat? Dan halen we die tafel daar even weg en dan plaatsen we de taart zo. Perfect! Alsof het zo ervoor gemaakt is. Wow, 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 wow. Wacht eens even. Yep. Parkrukken, dat goed. Is... Oh nee, daar zeg je me wat. Wat is dat? Dat is echt lelijk. Je wilt toch gewoon langs de tafel kunnen lopen met hapjes en drankjes? Er kwam volgens mij iets heel anders in jou. Dat is helemaal buiten. Niet waar. Laat me met rust. Iedereen wil natuurlijk ook broodjes voor bij de appels. Of eigenlijk... Nee. Je wil geen broodjes hebben. Je wil natuurlijk... kan dit in het mandje? Nee, ik moet kijken wat er allemaal in het mandje past. Wat is eten wat er in het mandje past? Passen er wortels in het mandje? Ook niet. We leggen er wel wat meer koekjes in. Iedereen wil koekjes op een feestje. Maar Alex, waar heb jij die mandjes vandaan? Dat ga ik jou natuurlijk helemaal niet vertellen. Zoek het lekker uit, Lotte, met jouw stomme bar zonder koekmandjes. Oké. We hebben meer spullen nodig. Hoe kunnen we het beste aankleden? We hebben taart op het feestje, we hebben eten op het feestje. We moeten hier misschien ook wat in de hoek hebben. Of hier, wacht eens even. Oh, ik heb een heel goed idee. Iets wat Lotte nooit gaat vinden op haar feestje. Of ja, vinden gaat maken, denk ik. En dat wordt een mega zwembad. Hoor je dat, Lotte? Bij mij kan je lekker zwemmen bij het feestje. Zwemmen? Yep, dit feestje krijgt een eigen zwembad. Wacht maar, ja? Wacht maar met wat? Tot jij een zwembad krijgt? Natuurlijk niet. Mijn zwembad wordt veel cooler dan die van jou. Oh. Iedereen, maar dan ook iedereen van mijn vrienden houdt namelijk van zwembaden. Aha, ik heb ze gevonden, Alex. Wat heb je gevonden? Oh, dat plaats ik even neer. Oh nee, je hebt de mandjes gevonden. Zeg dat eens korter. Mand? Mand. Oké. Hoe ga ik dit zwembad waterdicht maken? Dat gaat me sowieso niet lukken met wol. Ik denk wel met deze blauwe blokken. Ik bedoel, wol en water, dat gaat niet zo goed samen, denk ik zo. Dus laten we hier maar gewoon een rand van maken. Die rand komt ook helemaal tot daar. En dan vullen we dit op met allemaal betonblokken. En daarna moeten we dit opvullen met water, zodat iedereen hier lekker kan zwemmen. Misschien dat we er ook wat zwemspeeltjes in moeten zetten. En nog veel meer andere dingen. Oh, dit moet wel heel mooi worden. Maar hey, Alex, heb je wat ik heb? Een open haard. Ja, weet je wat voegt dat toe aan een feestje, Lotte? Warmte, natuurlijk. Ja, daar heb je dus helemaal niks aan. Ik bedoel, iedereen heeft het waarschijnlijk al warm, omdat iedereen lekker aan het dansen is en al dat soort dingetjes. Wat ga ik hier voor vloer plaatsen bij het zwembad? Ik denk allemaal lampen. Dit ziet er zo cool uit. Wow, dat ziet er wel echt heel gaaf uit hoor, zeg ik eerlijk. Dankjewel. En dan doen we het water erbij. Oh, iedereen houdt van zwemmen hier zo bij mij. Iedereen gaat bij mij komen zwemmen strakjes. Nou, dat betwijfel ik, want ik heb een briljant idee in mijn hoofd. Lotte, jij bent ook altijd welkom om bij mij te komen zwemmen hoor. Als jouw feestje niet leuk is, wat het waarschijnlijk niet gaat worden. Aangezien jij kerstcadeautjes aan het plaatsen bent. Dat zijn geen kerstcadeautjes, dat zijn cadeautjes voor mijn verjaardag. Alsof het verjaardag? Je bent jarig in augustus. Ja, maar ik moet toch een reden geven om een feest te geven? Ja, maar het is niet je verjaardag. Je mag daar niet zomaar over liegen. Maar waarom geef ik dan een feestje? Gewoon omdat het leuk is om soms een feestje te geven. Oké. Nou, dan moet ik even de uitnodigingen gaan veranderen, denk ik. Dat denk ik wel, inderdaad. Anders komt iedereen aan met een cadeautje en zeggen ze allemaal... Gefeliciteerd, Lotte, met je verjaardag, terwijl je helemaal niet eens jarig bent. Ja, maar dat wil je toch? Je mag gewoon gratis cadeautjes krijgen. Ja, maar Lotte, zo werkt het niet. Mensen gaan je haten als je allemaal gratis cadeautjes op die manier gaat innen. Weet je wat? Ik ben klaar ermee. Ik ga verder met mijn kant, die veel cooler wordt dan jouw kant. Maar dat wisten we natuurlijk allemaal al lang. Ik heb hier namelijk nog veel meer spullen nodig om het een beetje mooi te decoreren. En trouwens, die barkrukken die ik ergens ooit eerder heb gezien, geen idee waar, vind ik wel echt een gaaf idee. Dus die ga ik ook ergens neerzetten. En ik denk dat dat het beste hier kan komen bij de tafel. Dan kan er hier wat krukjes komen. En hier. En het leuke van deze krukjes is dat je er daadwerkelijk op kan zitten, zoals je kan zien. Dus dan kunnen hier mensen lekker gaan kletsen met z'n allen. En misschien dat ik de bank toch wel een beetje anders wil hebben. Ik vind hem toch niet zo mooi. En deze bank ziet er daarentegen wel echt heel gaaf uit. Kan deze ook de hoek omgaan? Oké, dat kan hier niet.
Maar laten we hem iets korter maken op deze manier, zodat je hier lekker kan gaan zitten en lekker tv kan kijken. Oh, ik heb echt iets goeds gemaakt, Alex. Wat heb je gemaakt dan? Ik heb een wc gemaakt. Een wc? Gadverdamme. Moet je nou letterlijk midden op jouw feest gaan poepen? Alex, ik weet niet of je het door hebt, maar er wordt super veel cola gedronken op mijn verjaardag. Feestje. Dus dan moeten mensen natuurlijk ook naar de wc kunnen. Oké, het gaat wel echt heel... Kan je hem niet een beetje opschuiven naar meer in de hoek in plaats van Alex? Zo dicht bij mijn zwembad? Anders stinkt mijn zwembad al... Godverdamme. Oké, dit vind ik wel heel erg stinken. Lotte, ik ga eventjes iets doen. Sorry. Dit moet eventjes. Alex! Ja, Lotte, het stinkt zo erg, die wc. Ik wil er toch niet naar ruiken hier op mijn feest. Heb je je stinkvoeten wel eens geroken? Nee, daar kom ik niet. Mijn voeten stinken helemaal niet. Ja, want ik ruik ze hier nog. Dat is zo niet waar, want er komt allemaal glas tussen. Ja, maar ik ruik ze toch nog? Nou, dat is zo niet meer het geval dan blijkbaar. En stop eens over mijn stinkvoeten. Ik heb ze stinken helemaal niet. Ze stinken wel. Als ik dat vind, vind ik dat. Ja, dat en dan is het zo gemeen om te zeggen. Oké, dit is stukken beter. Dan stinkt het niet naar jouw stink-wc. Ja, dan stinkt het ook niet naar jouw stinkvoeten. Bah, ga eens nieuwe schoenen kopen, joh. Wat is er mis met mijn schoenen? Ze zijn dan misschien wel twee verschillende kleuren, maar op zich... Nou, die zijn denk ik al 6 jaar oud inmiddels. 3 jaar. 3 jaar, Lotte. En ik loop ze gewoon uit totdat ik ze uit heb gelopen. Nou, totdat ze van je voeten afvallen, denk ik. Al die stinkaars tussen je tenen. Je hebt niet eens schoenen aan. Je hebt sokken aan die tot je been komen of tot je knie. Dat is gewoon omdat ik anders koude benen heb. Ja, maar wie loopt er nou 3 jaar op sokken? Dezelfde sokken. Het is nog een wonder hoe ze nog wit zijn. Omdat ik een afwijking heb met mijn teen. Oké, nou ja. Wij gaan tenminste verder met het zwembad. Succes met jouw stomme kant, want we hebben nog best wel wat te doen. Nou ja, het zwembad is bijna af. Ik wil er alleen natuurlijk nog wel wat leuke speelgoeddingetjes in toevoegen. Daarom pakken we er wat van dit glas bij en dit glas bij. Hiermee kunnen we namelijk een klein vormpje maken in de vorm van een zwemband. Dit ziet er zo leuk uit. Het lijkt alsof je hier zo mee kan spelen gewoon nu. Misschien dat het ook wel handig is om op sommige plekken een vuilnisbak neer te zetten. Hier kan je al je spullen in dumpen. En ik denk dat ik gewoon een kleine vuilnisbelt ga maken hier bij Lotte der Kant. Wat? Een vuilnisbelt? Ja, nou, gewoon plekken waar mensen hun vuilnis kunnen achterlaten. Dat wil ik natuurlijk niet midden in mijn feestje hebben. Dus dan doe ik maar tegen die van jou aan. Nou, dat moet je lekker doen, want er staat toch glas tussen. Dus het gaat niet stinken hier alleen bij jou. Lekker, puh. Oh, nee, want het zijn hele goede vuilnisbakken die alleen maar heel goed afgesloten zijn. Kijk eens hoe ze eruit zien dan. En we hebben natuurlijk ook nog iets nodig voor ons feestje. En dat zijn werkende speakers voor de muziek. Hiervoor heb ik alleen wel heel eventjes iets nodig waar ik ze aan op kan hangen. Als ik nou gewoon dit paaltje pak, dat zou perfect zijn. Dan kunnen we ze hier aan ophangen. En dan kan je hiermee muziek luisteren, overal rondom het feest. Ja, Lotte, dat heb je niet, hè? Nog niet, bedoel je, Alex? Nog niet! Oké, ja, dat had ik beter misschien niet kunnen zeggen. We hebben ook een speaker boven het zwembad. Ik weet niet of dat een heel slim idee is. Ik bedoel, het is wel water. Laten we hier ook een speaker neerzetten. Wow, dit is zo goed voor het geluid op dit feest. Ben je me nou na aan het bouwen? Nee, ik heb alleen even wat inspiratie van jou opgedaan, Wat inspiratie opgedaan? Oh, eens even, dat is wel... Oké, dan doe ik ook wat inspiratie van jou op, denk ik dan maar. Oké, dan? Ik doe namelijk dit erop om de muziek eruit te laten komen. Dit ziet er zo goed uit als speakers, als ik ze goed kan plaatsen tenminste. Ja, Lotte, mijne zijn veel groter dan die van jou. Dat denk jij inderdaad. Misschien maak ik ze nog wel groter. Oh, nee. Ja. Yep. Hoezo doe je me in alles steeds na? Nee, ik doe alles steeds beter, bedoel je? Je hebt zelfs een kleurenmat op de grond. Oh, je hebt wel echt hele grote speakers, maar alsnog heb ik er meer. Hier komt ook een geluid uit, Alex. Ik denk dat iedereen gaat overlopen naar mijn feest. Omdat ze denken, Lotte, bij jou komt het geluid maar uit 2 kanten. Ik heb aan alle kanten van mijn feestje speakers hangen. Hier komt overal muziek heel hard uit. Nou, ik voel anders de vibe echt heel goed hier, hoor. 1, 2, ik zie het wel, inderdaad.
We hebben natuurlijk ook nog wat extra dingen nodig, zoals misschien wat blauwe matjes hier en daar. Zodat mensen daar lekker op kunnen lopen en dat het lekker zacht is. Ook al ziet het niet echt heel goed, want het is letterlijk blauw op blauw. Daar had ik misschien een beetje beter over na kunnen denken. Wat heeft een feestje nog meer nodig naast een zwembad? Speakers en, oh ja, ik weet het al, een supercool schilderij. Wow, deze is echt heel mooi. Spuuglelijk schilderij. Spuuglelijk? Waar is jouw schilderij dan? Nou ja, ik laat alleen echte kunst ophangen in dit super vette feestje. Niet van die gaande. Waar is jouw kunst dan? Ik zie nergens kunst. Dat is nog onderweg met de levering. Oh ja, Lotte, je weet toch wel dat het feestje vanavond al begint, hè? En over het feestje gesproken, het is tijd dat we de bovenverdieping moeten doen. Kom! Jeetje, tempo! Rennen! Oh, we zijn aangekomen op de tweede verdieping. Dit is waar het feestje pas echt gaande is. Beneden staan alle hapjes en dingen. Maar boven is het tijd om een echte DJ-set neer te zetten. Misschien ook een dansvloer dat mensen hier kunnen dansen. En trouwens, waarom zeg ik dit allemaal tegen jou? Ik ga dit bouwen. Succes met jouw stomme feestje. Nou, je hebt in ieder geval heel veel goede ideeën gegeven. Ik ga eens even kijken wat ik nu ga bouwen. Nou ja, ik begin tenminste gewoon weer met het plaatsen van wat glas. En ik denk dat ik hier wat dikker glas wil hebben. Want de muziek gaat hier zo hard komen te staan. Dat anders de buren het nog gaan horen hier buiten aan mijn kant. Ik weet niet hoe het bij jou zit, Lotte. De muziek gaat zo hard dat ik gewoon een aardbeving ga veroorzaken. Oh ja, bij mij gaat de muziek zo hard dat de aarde explodeert. Nou, bij mij gaat de muziek zo hard dat gewoon het hele universum blokkeert. Ik bedoel, explodeert. Ik denk niet dat dat mogelijk is, maar ik wens je hartstikke veel succes. De DJ booth die ik ga bouwen, die komt hier zo te staan en die wordt zo gaaf. We hebben natuurlijk eerst even wat dingetjes nodig, want hij wordt natuurlijk wel best wel blauw. Dat is mijn lievelingskleur. En dat is ook gewoon hoe ik de DJ booth wil hebben. Laten we beginnen met het plaatsen van dit. Dit wordt het podium waar de DJ booth op komt te staan. En ik weet het, het podium is nog niet blauw, maar let maar op, dat wordt hij wel. We hebben alleen eerst even een wat kleiner tafeltje nodig. Waar kan ik die vinden? Oh, eens even. Deze kan ik misschien ook wel heel goed gebruiken als podium. Ja, dit ziet er perfect uit als het podium. Dit kan ik dan zo nog opvullen. En dan kan daar de DJ op staan. Of we maken... Nee. Ik heb een beter idee voor dit. Dit is helemaal niet mooi. We maken dit ook gewoon blauw. Het podium komt ongeveer tot hier te staan. En dan maken we dit gewoon tot daar. Wat ben je helemaal aan het doen daar zo? Ik ben zo goed iets aan het maken. Ik ga namelijk een glijbaan maken. Een glijbaan? Yep. Oké, dat is wel heel cool eigenlijk. Ik heb hier trouwens al de plek voor de DJ booth staan. Dit wordt zo gaaf hier, zoals hier nog een DJ op komt te staan. En we hebben natuurlijk ook even wat kastjes nodig. Wat kastjes waar hij dan de DJ set op kan zetten, zodat hij hier lekker kan gaan draaien. Op deze manier, dit ziet er best wel goed uit. Hoe gaan we de DJ eigenlijk noemen? Word ik de DJ? Ik kan denk ik wel DJ'en. Ik hoop het. Welkom bij DJ Alex. Ja, stop maar Alex, dat is het. Dat is hem echt niet. Nou ja, die glijbaan van jou anders ook niet. Het lijkt meer op een trap. Nou, wat? Ik kan toch ook niet ronde dingen maken in Minecraft? Lotte, dit ziet er niet uit. Ik durf te wedden dat je er niet eens vanaf kan glijden. Wil je het straks proberen? Nou ja, nee. Ik denk dat dat best wel pijn doet aan mijn kont dan. Nee hoor, dat is gewoon... Het gaat gewoon smooth. Dat weet ik 100% zeker. Oh ja. Ja. Natuurlijk. Laten we wat nieuwe dingen erbij pakken. Een DJ booth heeft natuurlijk ook speakers nodig. Dezelfde speakers als die we beneden hebben gebruikt, die gaan we nu ook boven zetten. Zodat we de beste muziek ooit hieruit kunnen halen. Hier zo komt een... Oeh, nee. Deze speaker wil ik een stukje naar voren hebben. Hier komt een speaker te staan. Hier komt een speaker te staan. Dit wordt een weliswaar groot festival hier zo. Laten we ook nog wat speakers hier achter hangen dan maar. Zoals daar en daar. Wow, dit wordt zo gaaf. Dan moet er natuurlijk wel een plekje zijn waar de muziek uit kan komen. En dat komt meestal uit een soort middelpuntje hier zo. Wow, Lotte, word je niet al jaloers op mijn feest vergeleken met jouw stomme glijbaan die je alleen maar hebt gemaakt? Beetje, ik zei het toch dat meisjes niet een feestje kunnen bouwen. Die zijn echt slecht in. Oh, wacht maar. Want nu heb je me aangezet. Nu ga ik gek worden, hè? Oh ja, nu ineens wel, hè? Jongen, ik ga er zo... Ik verwacht er zo niks van. Maar wat heeft een DJ allemaal nodig? Ik denk dat een DJ een tosti-ijzer nodig heeft, toch? Wat? Tosti-ijzer? Ja. Ga jij muziek mee
maken met een broodrooster. Ja, duh. Ja, dan snap ik wel dat er echt super slechte muziek uit jouw boxen komt. Doe dat maar lekker inderdaad. Oké, nou ja, ik weet ook dat ik misschien wel... Oké, nee, niet met een deurbel muziek kan maken. Huh? Is er iemand bij de deur? Nee, er is nog niemand. Oh, ik dacht dat mijn feestje al kon beginnen, joh. Nee, ik denk niet dat die opkomen dagen aan jouw kant. Alex? Ja? Ik denk niet naar jouw kant komen opdagen. Lotte, kijk nog steeds naar jouw kant vergeleken met mijn kant. Ik heb toch een super vette glijbaan. Kijk dan. Woehoe! Ja, maar toch gebeurt alles voor de rest bij mijn kant. Ik ga een dansvloer maken. En die dansvloer maken we natuurlijk ook met blauwe blokken. Want blauw is veel mooier dan elke andere kleur die er is. En laten we misschien ook wat magenta maken. Ik denk dat dit wel cool te wisselen is als ik dit zo doe voor de dansvloer. Die daar, die daar, die daar. En daar, daar, daar. En daar en daar. Oh ja! Dit ziet er echt uit als een coole dansvloer zo. Het ziet er best wel gaaf uit. Oké, wacht even hoor. Ik maak even snel wat speciaals hier. We maken de dansvloer nog wat groter. Zo, dit is perfect. En nog een stukje groter. Dit is top. Iedereen wil hier op de dansvloer staan en niet bij Lotte de dansvloer. Nou, ik vind het nog best wel een goede dansvloer. Ik ga gewoon een optreden hier maken. Lotte, dat is een podium. Ja, dan kunnen mensen hier gaan dansen. Karaoke en zo. Oké, dan wordt jouw kant de karaoke kant en mijn kant de DJ kant van het feestje. Iets wat een feestje ook echt moet hebben zijn wat coole lichteffecten. Dan zet ik deze twee kandelaars hier zo neer. Kan je deze ook ophangen? Nee, dat gaan we maar niet doen tegen dat wollen plafond. En iets wat een feestje ook moet hebben zijn leuke activiteiten om te doen. Die ook echt werken in tegenstelling tot Lotte de glijbaan. Maar heb jij een lichtvloer? Dat is de vraag. Nee, maar ik ga nu iets maken wat jij nooit, maar dan ook nooit gaat verwachten. Dit wordt namelijk een springkussenhoek. Een springkussenhoek? Yep, dit zijn speciale blokken die ik hier plaats. En hierdoor kan je springen zoals je kan zien. Hiermee kunnen we het perfecte springkussen gaan maken, waardoor iedereen hier naartoe wil komen. Alleen hebben we wat soort torentjes hier en daar nodig, zodat dat er mooi uitziet en zodat mensen hier allemaal willen springen. Dan gaat hier nog een randje erbij komen. En hetzelfde geldt voor hier zo. Woehoe, dit wordt zo cool allemaal. Hier doen we dan nog voor de veiligheid wat dingetjes tussen. En ben je nou ook een dansvloer aan het maken? Yup, maar dit wordt een lichtdansvloer. Oh ja, dat wordt weer een lichtdansvloer. Ja, je moet weer net een stukje specialer doen dan dat ik het doe. En jij maakt weer een lichtdansvloer. Het moet net even weer wat beter, Alex. Ja, mijn springkussen staat tenminste in de hoek. En hij ziet er super goed uit. Misschien dat we alleen nog wat andere kleuren blauw kunnen toevoegen. Of vooral blauw. Wat ziet er mooi uit bij een springkussen? Misschien dat we een soort trappetje nodig hebben naar het springkussen zelf toe. En misschien dat we hier ook wat lichtblauw kunnen gebruiken op de hoekjes van het springkussen zo. Ja, dat ziet er cool uit. En dat doen we dan ook hier en daar. Oeh, ik heb zulke goede boxen gemaakt, Alex. Het is bizar. Wow, oké, dat ziet er wel heel gaaf uit. Ja, dat dacht ik pas maar op, hoor. Nou weer, ik bedoel, het ziet er niet uit. Kan echt niet, Lotte. Wow. Lelijke speakers die je hebt gemaakt. Oh, zeg dan, jij hebt een deurknop op je speakers. Echt iets voor jongens. Wat is dat dan wat jij op je speakers hebt? Een spinnenweb? Nee, iets van een iron salt. Ik bedoel, dat is een spinnenweb inderdaad. Oké, dan denk ik dat dat jouw geluid best wel duf gaat klinken als het een spinnenweb is. De DJ booth wordt zo cool hier zo. We hebben alleen echt wat meer dingetjes nodig om er wat cools mee te maken ook. We hebben ook wat meer blauw nodig. Ik zat te denken aan deze blauwe slab, zodat we hier een klein trappetje naar het podium toe kunnen maken. Hetzelfde geldt voor hier, want de DJ moet backstage natuurlijk wel het podium op en af kunnen komen. En de DJ die staat er dan zo bij te springen als die hier staat, de DJ'en. Boe, wat slechte muziek. Hoezo? Boe. Ik draai nog niet eens muziek. Ja, daarom slechte muziek. Gooi je muziek eens aan, joh. Oké, ik ga jou eens wat laten horen. Ben je er klaar voor? Ja, komt ie. Woehoe, dit is zo cool. Oké, Alex, ik moet zeggen dat deze beat wel lekker is, hoor. Dat dacht ik. Ik ben de beste DJ die er maar ooit kan zijn.
zijn. Alleen wil ik hier wel nog misschien iets cools achter hebben. Hoe kan ik dit het cool maken hier zo? Alsof het lijkt alsof er hierachter wat gebeurt. Ik zou gewoon hier een schilderij op kunnen hangen. Ik denk dat dit wel de perfecte afmeting is voor een groot schilderij. Eentje die te maken heeft met mij als DJ. Scully het schilderij. Woo! Scully het schilderij. Wat is dat nou weer voor naam? Dat is gewoon... Dat is zijn naam. Dat is zijn naam altijd al geweest. Hij heet Scully. Die heb je beneden ook al hangen. Dat is toch saai als je twee keer dezelfde schilderij hebt. Die heb ik beneden niet hangen. Beneden heb ik een hele andere versie van Scully hangen. Dat is namelijk Scully in het groot. Ja. Oké. Maar ik ga nog even wat heel vets bouwen, denk ik. Ja, zoals ramen misschien? Nee, want de ramen zijn eruit geknald. Omdat ik zo'n enorm... Lotte, je moet ramen hebben. De buren maken ons anders af als we dit feestje geven. Ja, maar dat... Dat is maar dan voor één keer, toch? Lotte, anders ga ik een raam in doen en dan worden ze blauw. Oké, ik doe er even snel een raam in, hoor. Lotte snapt ook helemaal niks van die buren. Die buren worden zo boos als we een feestje gaan geven met zulke harde muziek als dat ik ga doen. En de muziek van hier, dat gaat natuurlijk ook een beetje die kant op het meidenfeestje. En dan moeten we eigenlijk echt niet hebben dat het daarheen komt, want dan wordt dat feestje veel te cool. Zo. Wat wordt dit nou weer? En dan ga ik dit boeken. Oh, nee. Het is tijd voor een slapper! Lotte, dit kun je toch niet doen met glass panes? Hoezo niet? Omdat het nu helemaal onzichtbaar is hier. Dat lijkt meer gewoon alsof het een badje is om eendjes te vissen dan een What? Zwembad. Ik zou er niet zo snel in gaan, denk ik. Oh, eenden vissen. Maar dat is ook alleen maar goed. Dan kunnen mensen lekker naar mijn zwembad dat gaan. Dat is een briljant idee. Oh, nee. Eendjes vissen. Hoezo stel ik dan ook weer? Ik kom de hele tijd met goede ideeën voor Lotte, hè? Niet voor mezelf. Oké, we hebben de DJ-boot. We hebben een springkussen, Alex. Het komt allemaal goed. Dit feest wordt geweldig. En over een geweldig feest gesproken... Misschien wel iets van wc's nodig hier zo. Dus laten we hier maar gewoon een extra kamer bouwen. Iets wat Lotte niet heeft gedaan voor de wc's. En dan kunnen we die hier gewoon erin zetten. Als we dit nog een klein beetje meer zo maken. En we kunnen natuurlijk alleen een jongens wc maken. Omdat dit natuurlijk een jongensfeest gaat worden. Maar ik heb zo'n vermoeden dat best wel veel mensen van het feestje van Lotte... zometeen gaan denken van... Wow, dat feestje van Alex en van de jongens is zo cool. Ik wil liever daarin. En die zijn natuurlijk allemaal wel gewoon... Welkom, Lotte zelf dan alleen niet. Alex, dat kun je gaan zien in je dromen. Ze komen allemaal naar mijn feestje, want ik ga een enorm licht feest geven ook. Naar welk feest zou jij tot nu toe komen? Laat het weten in de reacties. De jongens of de meisjes, ik heb een deur nodig. Door. Welke deur gaan we gebruiken? Natuurlijk een blauwe deur en een blauwe deur daar. Hier komen de wc's te staan, dus dan hebben we misschien nog een bordje nodig met een wc. Of we kunnen gewoon de wc's gaan neerzetten. We hebben namelijk echte wc's hier vandaag. Hebben we ook een kleine kraan? Dat hebben we dan weer niet, hè? Oh, jawel, hebben we wel. Dit ziet er al zo gaaf uit, Alex. Oh ja? Yep. Maar tot ik klaar ben met mijn wc hier zo. We hebben namelijk deze... welke zullen we gebruiken? Deze wil ik hebben. De kraan zetten we daar en de wc zetten we daar. Hier zo zetten we de kraan en de wc daar. Dan hebben we misschien nog wat lanterns nodig, zodat er wel een beetje licht is. Zodat je kan zien wat je aan het doen bent als je op de wc zit. Hetzelfde geldt voor hier natuurlijk. En dan is de wc ook af. Boom! Dit ziet er zo vet uit, gewoon. Wow, je hebt een hele tent gebouwd? Ja, zeker. Met allemaal kleurenlichten. Een soort discofeest gewoon. Oké, ik moet zeggen, dit ziet er wel gaaf uit. Maar, oh nee. Lotte, dat is de deurbel. De gasten zijn er. Het feest is klaar. Zie ik er goed uit? Nee. Welke kant is het mooiste? De jongenskant of de meisjeskant die geen snacks hebben? Hey!